Hij is inmiddels al 80 jaar, maar toch staat hij nog wekelijks op de voetbalvelden. Jan Hermsen is scheidsrechter voor de Gentse voetbalvereniging De Bataven. Dit weekend fluit hij de wedstrijd tussen de dames van De Bataven en de dames van Kwik 88. En dat doet hij met nog net zoveel plezier als waarmee hij ruim 40 jaar geleden begon. Ik kan die hele wedstrijd heel goed herinneren. Want er was namelijk een wedstrijdje hier. En dat was een jeugdwedstrijd, Bataven A1 tegen NEC A1. En toen kwam die scheidsrechter, die kwam niet opdagen. Dus ze hadden geen scheidsrechter. En toen vroegen ze mij van, Jan, zou jij die wedstrijd willen fluiten? Ik zei, ja, dat wil ik wel. Maar ik heb geen fluit, ik heb geen pak, ik heb niks. Hij zei, nou, dat pak daar kunnen we wel voor zorgen, maar die fluit niet. Dus ik ga naar het dorp gereden. Heb ik voor 75 cent een fluit gekocht, een ijzeren fluit. En die heb ik nog steeds. En toen heb ik die wedstrijd gefloten. Nou, en die wedstrijd die verliep zo hartstikke fijn. Toen was ik nog aan het voetballen. Ik denk, stop meteen met voetballen. En toen ben ik gescheidsrechter. En de voetbal trok me altijd. En ik was in het veld eigenlijk ook een beetje een mekke kont, weet je wel. En toen dacht ik bij mij, hoe heb ik dat nou kunnen doen? Dan had ik zo'n speed van dat ik dat gedaan had. Ik probeerde al die vuur te komen, weet je wel. Ik denk van, als je 10 minuten bezig bent, dan kun je al eens een beetje weten welke spelers er nog wel eens een beetje... En ik denk altijd met pro, denk ik dat goed. Maar jongen, je kunt ze lekker voetballen. Gewoon niet lopen mopperen, gewoon lekker lopen voetballen, weet je wel. Als we beginnen aan de competitie, dan komen alle leiders bij elkaar. En dan vraag ik aan de wedstrijdsecretaris van de vraag of dat de jongens mij nog willen hebben. Want als ze zeggen, ja, we willen hier nou een man niet meer op het veld hebben, ja, dan heel het op natuurlijk. Hè. En dan zeggen ze allemaal dat ze het goed vinden en dat ze het nog leuk vinden. En ik vind het ook leuk. Dus het ook net zo lang duurt totdat ik niet meer kan. Godver...